Jou, Tanja, want het internationaal gerechtshof die buigt zich vandaag over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Ja, iedere dag weer merken we hoe gevoelig dit conflict ligt. In de discussie gaat het vaak snel over de Joodse kolonies in Palestijnse gebieden. En het internationaal gerechtshof beraadt zich erover. Vandaag presenteren verschillende landen hun standpunten, waaronder Nederland. En wij spraken zojuist hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops over de hoorzitting die later vandaag plaatsvindt. Tegen de Nederlanders zeggen dat het niet het internationaal gerechtshof is dat hier over een oordeel moet geven, maar dat dit, zoals dat in alle internationale afspraken de afgelopen 45 jaar is bepaald, dat dit het voorwerp moet zijn van een politieke oplossing in het kader van een blijvend vredesverdrag tussen Israël en de Palestijnse autoriteit. Er komt een advies van het internationaal gerechtshof aan de veiligheids, aan de algemene vergadering van de VN. Dat is een niet bindend advies. Dus dat betekent dat de landen niet gebonden zijn om dat advies op te volgen. Israël kan dat advies naast zich neerleggen. Dat is ook gebeurd in 2004, toen het internationaal gerechtshof ook een advies uitbracht over de zogenaamde veiligheidsmuur. Daar is toen bepaald dat die veiligheidsmuur onrechtmatig zou zijn geplaatst volgens de rechters van het internationaal gerechtshof. Maar Israël heeft die advisering naast zich neergelegd. En daar staan verder geen sancties tegenover. Ja, niet een bindend advies, dus wat gaat dit opleveren dan? Ik denk niks. Dus als er een negatief advies zou komen, dan denk ik dat de Verenigde Staten met een veto dat blokkeert. Hm. En uiteindelijk heeft Knoops gelijk. Vrede komt er pas als twee partijen er samen uitkomen. En dat is heel moeilijk op te leggen. Maar dat zal van onderop moeten komen. Dat zal vanuit onderhandelingen tussen de Palestijnse autoriteiten en Israël moeten komen. En pas dan kan de vrede komen. En dat Hamas daar geen deel van kan uitmaken, dat lijkt me ook evident. Ja, dus heeft dit dan zin, zo'n rechtszaak? Nou, voor degene die hem aangaat, denk ik wel. Maar of het inderdaad effect oplevert, dat is maar zeer de vraag. Ja, want die oorlog die woedt nu natuurlijk al een beste tijd. We hoorden ook weer over een ultimatum wat Israël dan stelt aan de strijders van Hamas. Dat ze voor de Ramadan de gijzelaars zouden vrij moeten hebben gelaten. Dat anders Israël ook Rafah, die stad waar veel mensen naartoe gevlucht zijn, zal bestoken. Ze hebben zulke soort ultimatums over het algemeen zin of ook niet? Nou, ik denk dat beide partijen stellingen betrokken hebben en niet gaan bewegen. En degene die daar slachtoffer van worden, dat zijn de burgers die daar tussenin zitten. Ja, en dat is het trieste, dat natuurlijk de burgers slachtoffers hiervan zijn. Ook van Hamas. En, want die hebben nou de sleutels in handen. Ja. Als die de gijzelaars vrijlaten, ja, wapens neerleggen, dan zou het morgen vrede kunnen zijn. Maar uiteindelijk zijn het hele gewone mensen daar die daar een gruwelijke prijs betalen. Dat is afschuwelijk. Maar is dat zo dat het morgen vrede zou kunnen zijn als zij de gijzelaars vrijlaten en de wapens neerleggen? Want Israël heeft toch ook best duidelijk gezegd, we gaan door totdat alle Hamas-strijders uitgeschakeld zijn. Ja, voor alle helderheid. Hamas is deze oorlog begonnen op 7 oktober met een gruwelijke aanval. Als Hamas de gijzelaars vrijlaat en zegt, wij stoppen de strijd tegen Israël, dan zou het morgen vrede kunnen zijn. Ja. We gaan naar iets heel anders.